Ja, hallo, welkom bij Bieplab. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je met Scratch Junior een verhaal kan programmeren. We hebben vandaag nodig een tablet. En we gaan naar de App Store of Play Store en hebben daar de app Scratch Junior nodig. Dit is een gratis app die je zo kan downloaden. Scratch Junior komt ook in het Nederlands. Om even te controleren dat de taal goed staat, klikken we op het tandwieltje rechtsbovenin. Kijk, bij mij staat hij al op Nederlands en ik kan nu weer op het Scratch-logo drukken. Nu kiezen we voor de home-knop, oftewel het huisje. En dan zie je een aantal projecten. Ik heb nog geen projecten gemaakt, dus we drukken op het plusje en starten onze eerste project. Scratch Junior is een manier om verhalen te programmeren. Net als bij de programmeeropdracht van een paar dagen geleden, waarin je papa of mama als robot liet spelen, kunnen we hierin verhaaltjes van tevoren bedenken en dan als een klein filmpje afspelen. Nou, wat zien we op ons scherm? Je ziet in het midden een vierkant vak met daarin een kat. Dat is nu ons eerste personage. Je kan die kat, kan je gewoon met je vinger op en kan je hem neerzetten waar je wilt. Boven dat vierkante vak zie je een aantal opties. Optie 1 heeft vier hoekjes eromheen. Als je daarop drukt, zie je het vierkante vak in een groot formaat. Wil je weer terug? Druk linksboven. Je kan ook kiezen voor de lijntjes, het vierkantje met de lijntjes. Als je dat doet, kan je precies zien waar je kat zich bevindt. Nou, vind je het handig? Laat je hem aanstaan. Vind je het niet handig? Druk je nog een keer op het knopje en is het weer verdwenen. Daarnaast zie je een plaatje, een foto staan. Dat is de keuze voor je achtergrond. Je kan ervoor kiezen om zelf een eigen achtergrond te kiezen. Laten we eens beginnen in, ik zie het al, een bibliotheek. Heb je eentje geselecteerd? Druk dan op het vinkje van goed. En nu zie je in één keer dat je kat een achtergrond heeft gekregen. Nou, waar wil ik hem nu neerzetten? Ik wil hem hier hebben staan. Wat moet je verder nog weten? Je kan je kat ook aanpassen. Links zie je wie jouw figuurtje is. Er staat nu kat. Je kan hem ook een ander kleurtje geven. Doe dat door op de verfkwast te drukken. Nu kom je in een paintprogramma. Je kan je kat een andere kleur geven. Bijvoorbeeld klik op een kleur, bijvoorbeeld rood. En dan zorg ik ervoor dat hij een rood hoofdje krijgt. Nou, dan moet ik zijn lijfje ook even rood maken. En zijn staartje ook. Dat is wel zo leuk. Heb je je kat gemaakt zoals je wil, of het poppetje wat je gaat gebruiken, druk dan weer op het veetje rechtsbovenin. Kijk, mijn kat is nu helemaal rood. Het is tijd om hem eens te laten bewegen. En dat doen we in de onderste helft van ons scherm. Daar zie je namelijk een aantal knoppen. Het begint met geel. Dan heb je blauw, roze of paars, groen, oranje en rood. En daaronder heb je een witte balk. Je ziet daar nu in de hoek een klein tekeningetje van je kat, oftewel je personage, dat je gaat gebruiken. En dit is de plek waar je de code gaat neerzetten. Hoe doen we dat? We beginnen met de gele knop. Druk maar op de gele knop. Dan zie je dat er een paar dingetjes verschijnen. Je ziet een groene vlag. Je ziet een poppetje waar iemand naar wijst, een vinger. Je ziet twee poppetjes die tegen elkaar aan botsen of lopen eigenlijk. Je ziet een envelop met het briefje eruit en je ziet een dichte envelop. Nou, we beginnen even met de meest simpele, dat is de groene vlag. En de groene vlag is namelijk je startknop. Als ik hier op druk, gaat ons verhaaltje starten. Maar nu gebeurt er nog niet zoveel. Het wordt tijd dat we er een code bij zetten. En daarvoor gaan we naar de blauwe knop. Bij de blauwe knop vind je allemaal opties waarmee je kan bewegen. Bijvoorbeeld, beweeg naar rechts. Beweeg naar links, beweeg omhoog, beweeg omlaag, draai naar rechts, draai naar links, spring en ga terug naar de beginpositie. Nou, wij gaan nu starten door beweeg naar rechts. Deze houden we weer vast en slepen we naar beneden. En zetten we precies tegen ons groene vlaggetje. Nu
gaat mijn kat dus bewegen. Laten we dat testen. We drukken op de groene vlag bovenaan het scherm. Hé, zag je het? Mijn kat ging bewegen. Hier kan je natuurlijk mee spelen. Je kan ook ervoor kiezen dat hij niet 1 stap, maar bijvoorbeeld 10 stappen doet. Dat doe je door onder je knop, waar nu beweeg naar rechts, daar zie je een eentje staan. Als je daarop tikt, dan krijg je rechts een soort van rekenmachientje. En daar kan je voor kiezen om dan 10 in te vullen. Als we nu weer op de groene knop drukken, gaat mijn poppetje 10 stapjes naar rechts. Nou, op deze manier kan je natuurlijk je eigen verhaaltjes maken. Je mag de achtergrond veranderen, je kan de poppetjes veranderen, je kan teksten, je kan ze laten springen, bewegen, dansen. Alles is mogelijk. Ga hier lekker mee aan de slag en maak je eigen verhaaltjes. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie kunnen programmeren met Scratch Junior. En heb je Scratch Junior onder de knie, dan is het tijd om over te stappen naar Scratch. Dat gebeurt niet door middel van een app, maar via een website. En mijn collega Arnoud heeft daar alvast een uitlegvideo gemaakt. Dus vergeet niet om die ook te bekijken. Bedankt voor het kijken naar Beeplab. Dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat je het heel erg leuk hebt gevonden en dat je lekker aan de slag gaat met verhalen. Morgen om 2 uur hebben we een nieuwe video. Maar wil je alvast de andere afleveringen terugkijken, dan kan dat via YouTube. Morgen om 2 uur zijn we er weer. Ik zeg alvast doei, tot morgen!